Welkom bij Deluxe Gordijnen, de gordijnenspecialist van Nederland. U kunt rekenen op de beste service en de mooiste gordijnen. Onze eigen atelier voor topmaatwerk. Bekijk onze showroom voor meer inspiratie. U bent van harte welkom. Kijk op www.deluxegordijnen.nl. Bij Drechtsteden Taxaties ontzorgen wij u volledig bij de import van uw auto. Wij verzorgen uw BPM-taxatie en garanderen dat u binnen 24 uur uw rapport ontvangt, anders is het gratis. Onze complete importservice omvat RDW-keuringen, beveiligde stalling, het drukken van kentekenplaten en uiteraard de BPM-taxatie. Kijk op onze website www.drechtstedentaxaties.nl of bel voor meer informatie. De overheid doet niks voor ze. Ja. Sterker nog, de overheid gaat ze vervolgen voor terrorisme, joh. We moeten ons, denk ik, heel erg reëel, heel erg bewust zijn van de realiteit, dat we ons op dit moment bevinden in een samenleving die het niet voor ons gaat opnemen. Het zijn ook meerdere collega's van jullie die ook gewoon bang zijn om naar een advocaat te gaan om een aangifte te doen. Doe die aangifte alsjeblieft. Welkom bij Nimcar, een Nederlandstalig autoverhuurbedrijf gevestigd in Marrakesh. Levert de auto tegen een voordelig tarief door heel Marokko. Verschillende type auto's uit verschillende prijskategorieën. Wil je naast een auto ook een huis of appartement huren in Marrakesh? Dan ben je bij Nimcar aan het goede adres. Voor meer info, neem contact op via WhatsApp. Het nummer ziet u rechtsonder in beeld. Wil je heerlijk uit eten in Amsterdam? Dan kom je natuurlijk uit bij Arabia. Het familierestaurant bij uitstek. Verschillende keukens, geserveerd met Marokkaanse liefde. Natuurlijk is er ook een gebedsplek. Wil je lekker met je ouders, vrienden of partner heerlijk uit eten? Dan verwelkomen wij jou graag. Ga naar onze website www.arabia.nl. Assalamu alaikum, welkom allemaal. Nieuwe aflevering van Studio Salahuddin. Vandaag de gast Noordin Wildeman, opiniemaker. Mukki, Ouled Ahmed, jij bent voorzitter van de belangenbehartiger van de branche van de taxichauffeurs Amsterdam. Ja. Oké. Okay. En Tweede Kamerlid Smail Bessie voor Denk. Dankjewel voor jullie komst. Dit onderwerp heeft geen inleiding nodig. Ik wil eigenlijk weer verder gaan praten over wat er eigenlijk de afgelopen dagen qua media, hoe ze ons geframed hebben in de media als het gaat om moslims, eigenlijk waar we al heel erg lang last van hebben, maar dat begint steeds erger te worden. Caroline van der Plas die op televisie zegt dat wij moslims het gewoon of Marokkanen gewoon het leuk vinden om op joden te jagen, pogroms, kristalnacht. In ieder geval echt hele heftige terminologie. En waarvan ik denk van, weet je, in welke tijd leven we en hoe kunnen wij, of hoe moeten wij moslims hiermee omgaan? Noordin, wat vind je hiervan? Ja, ik denk dat als we een terugblik doen over de afgelopen dagen, dat het belangrijk is dat we net zuiver observeren wat er is gebeurd. Mm-hmm. Dus er is een groep mensen vanuit Israël naar een ander land toegegaan. Die hebben daar dus naar Nederland. Die hebben daar vervolgens vandalisme gepleegd. Die hebben daar zaken kapot gemaakt. Ze hebben burgers aangevallen. Ze hebben leuzen zitten scanderen. Die gaan over het doden van allerlei mensen. Ja. En het bejubelen van de doden van allerlei mensen. Ze hebben er gewoon heel erg veel slechte dingen gedaan. En op het moment dat daar een tegenreactie op kwam, ze kregen de deksel op hun neus. Toen werd die tegenreactie compleet geframed als moslimhaat en als jodenhaat en als antisemitisme. En ik, weet je, als je daar vanaf een afstandje naar kijkt, in feite zijn de gebeurtenissen van de afgelopen paar dagen gewoon de perfecte samenvatting van 75 jaar Israël. Ja. Ja, dus het is continu heel erg veel misdaden die worden gepleegd. En op het moment dat er een reactie op komt, dan is dat allemaal jodenhaat. Ik las dat er allemaal mensen waren die in de afgelopen dagen, op het moment dat moslims zich begonnen te verdedigen, zeiden van, moslims die zijn wel altijd het slachtoffer, maar nooit de dader. Ja. Maar ik dacht bij mezelf, welke partij in dit verhaal is nu continu niet de dader, maar het slachtoffer. Ja. Ja? Dus in Gaza is Israël niet de dader. Ja. In Libanon is Israël niet de dader. Vlak voordat we dit opnemen is er gebombardeerd in Syrië. Maar Israël is niet de dader. Ja? Ja. Overal is Israël niet de dader. En overal zijn zij het slachtoffer. En ook in Nederland dus. En dus nu ook in Nederland, met alles wat ze hebben gedaan. En de beelden zijn gewoon, het is gewoon op beeld vastgelegd. Mm-hmm. Ja? Op het moment dat je vertaalt wat zij daar zeggen. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Ja? Maar zij zijn het slachtoffer. Ja, het is absurd. Wat wil je van de uitspraken die voorbij zijn gekomen? Pogroms, kristalnacht, jodenjacht, hit and run. Ik weet, het ergste wat ooit is gebeurd met Israëli's of met Israël. Ik weet het was echt heftig, de terminologie die ze hebben gebruikt. Ja, en het punt is, pogroms waren verschrikkelijk. De kristalnacht is een van de meest duistere nachten geweest uit de westerse geschiedenis van de afgelopen eeuw. Dat is echt. Dus deze verwijzingen zijn naar zaken die evident behoren tot, zeg maar, de
bovencategorie van het kwaad. Ja. En nu zien we dat die terminologieën worden gebruikt om te beschrijven dat 5 voetbalhooligans gewond zijn geraakt. Dus daarmee dan vindt er ook een bepaalde erosie plaats op het op überhaupt die begrippen, zeg maar. Dit zijn geen woorden die je zomaar rond moet strooien. Nog los van het feit dat het impliceert. Kijk, de pogroms en de Kristallnacht waren georganiseerd vanuit de staat. Ja. En daar was een staats. Vanuit de staat werd dat aangestuurd. Nationaal socialisme van, ja, van Hitler. En, ja, van ja. Hitler en alles, en et cetera. Weet je wel? Wat je hier nu ziet, is dat een groep burgers in een stad die wordt aangevallen en wordt kapot gemaakt, daar wat tegenover gaan zetten. Niet iets goeds. Ja? Ik bedoel, volgens mij is er niemand uiteindelijk die zegt van het is goed wat er is gebeurd. Ja. Ja? Ik zeg ook niet dat het goed is wat er is gebeurd. Maar om daar dan dit soort terminologie op te plakken en het daarmee ook te framen. En heel eerlijk, en om daarmee deze gebeurtenissen eigenlijk weer ten gunste te laten zijn. Het is niet voor niks dat ze als de sodemieter hier zijn met een minister van Buitenlandse Zaken en de president van Amerika reageert en alles en zo. Nee, dit wordt in één keer gebruikt om een groter punt te maken. Je zag dat die Maccabi-hooligans, Maccabi-tuig, dat zij gewoon... Ja. De stad aan het terroriseren waren. Ja. Je zag dat ze met racistische leuzen kwamen. Absoluut. Je zag dat ze genocide aan het verheerlijken waren. In die zin waren ze eigenlijk aan het provoceren, waren ze aan het intimideren. En op dat moment was gewoon iedereen echt muisstil. En daar heb ik me dood aan geïrriteerd. En eigenlijk wist je al van, oké, er zijn heel veel politici die zijn aan het wachten totdat er iets gebeurt. En dat moment zullen ze aangrijpen om een groep mee te slaan. En dat vind ik enorm jammer en enorm storend. En wij gaan daar natuurlijk keihard ons best voor doen in de Kamer. Wat kunnen jullie doen in de Kamer? Nou ja, allereerst een tegengeluid. Hè. Ik denk dat het beeld dat je ziet, komt in ieder geval niet overeen met hoe de mensen denken. Heel veel mensen die willen geen oorlog. Die willen geen genocide die nu aan het plaatsvinden is. Maar we hebben nu gewoon met een kabinet te maken die extreem rechts is. En die gewoon pal recht achter Israël staat. Ja. Ongeacht wat dan ook. En dat komt niet overeen met hoe de Nederlanders daarover denken. Dus het is heel... Hè, je kunt het ook zien als een uitdaging om de groepen mee te krijgen. Aan jouw zijde in dit geval. Dus in die zin is het voor ons, als ik het heb over de Tweede Kamer, is het vooral een tegengeluid geven. Mickey, er zouden taxis, chauffeurs, die zouden aangifte gaan doen. Ja, precies. Naar aanleiding van wat er gebeurd is, dat ze mishandeld waren, et cetera, ja. Door Maccabi Tel Aviv supporters. Dat zou vandaag moeten hebben plaatsgevonden. Ze hadden een afspraak vanmorgen, Saladin. Vanmorgen, ja. De advocaat heeft mij gebeld onderweg hierheen. Ja. Dat 3 afspraken die hij had gepland met ze vanochtend, dat ze alle 3 niet opkwamen zijn de komende dagen. Dus de taxichauffeurs die aangifte wilden gaan doen? Die zijn niet opkomende dagen. En waarom niet? Nou, wat hij heeft ze nagebeld. Ze nemen hem niet op. Ja. En wij vermoeden in ieder geval, de advocaat en ik, we vermoeden dat de angst eigenlijk een rol heeft gespeeld. Ze zijn bang om bekend te worden. Ze worden op dit moment verdacht van terrorisme. Ze worden nu door onze eigen overheid, die ze had moeten beschermen, in bescherming moeten nemen tegen de terroristen. Ja. Die worden ze nu in principe op opsporing verzocht voor terrorisme. Dus je kunt me voorstellen dat de chauffeurs nu in Amsterdam, alle taxichauffeurs in Amsterdam nu, niet weten wat ze moeten doen. Hun stem... Niemand hoort ze. Er is niemand die naar ze wil luisteren. Niemand. Ja. Niemand geeft om die taxichauffeurs. Niemand. De overheid doet niks voor ze. Ja. Sterker nog, de overheid gaat ze vervolgen voor terrorisme, joh. Het is echt de wereld op zijn kop. Dat ene beeld van dat ze die vlag zo eraf scheurden. En dat die politieagent langs reed en niks deed. Ja. Dat vind ik zo'n surrealistisch beeld. Nee, ja, precies. Maar kijk, dit is dus een hele belangrijke. Ja. Dat is dus niet een surrealistisch beeld. Dat is dus een realistisch. Realisme, ja. En dat is wat we moeten zien. Het feit dat daar een voetbalhooligan uit een ander land, in Nederland, van een Nederlands gebouw, eigendommen van een Nederlandse burger aftrekt en beschadigt, terwijl de Nederlandse politie kijkt en niks doet, dat is een realistisch beeld. En daar zullen we ons tot te gaan verhouden. Dat is onze nieuwe nulpunt. Dus eigenlijk de taxichauffeurs die opkwamen voor recht van vrijheid van meningsuiting, absoluut. Recht van
Dingen ophangen op je eigen huis, dat soort dingen allemaal. Mag niet meer. Nou ja, zij kwamen volgens mij niet zozeer op voor recht op vrijheid van meningsuiting. Ja, volgens mij, ja, precies, maar dat was volgens mij niet waar de reactie voornamelijk kwam. Volgens mij was de reactie voornamelijk het feit dat daadwerkelijk taxichauffeurs werden aangevallen, toch? Ja, precies. Ja, dus het is gewoon zelfverdediging. Ze beginnen zichzelf te verdedigen tegenover een grote groep mensen die hun aan het aanvallen is. Ja. En dan zou je natuurlijk idealiter hebben van, oh, als je taxichauffeurs gaat aanvallen, dat de politie wat gaat doen. Ja, precies. Maar ja, die beelden hebben we niet gezien. Geen sprake van. Dus, de politie die keek gewoon naar en die liet de taxichauffeurs gewoon aan hun lot over. Die taxichauffeur die klappen had gekregen, die zag eigenlijk dat ze die Palestijnse vlag... Meerdere chauffeurs. Ja. Die zagen dus dat die Palestijnse vlag van hun huis af werd getrokken. De realiteit is op dit moment dat als een groep buitenlandse hooligans naar Nederland komen en hier vlaggen van de huizen van Nederlanders, dus de bezittingen van Nederlanders, van de huizen van Nederlanders gaan aftrekken, dat de Nederlandse politie niet optreedt. Nee. Sterker nog, de realiteit is dus dat op het moment dat zij dat dan doen, en daarna komt er vanuit andere burgers een tegenreactie, terwijl dat natuurlijk vanuit de veiligheidsdienst dat moet komen. Ja. Op het moment dat dan die tegenreactie komt, dan zie je dat niet alleen de Nederlandse regering zich schaart achter de voetbalhooligans. Nee, dat het Nederlandse koningshuis zich schaart achter de voetbalhooligans. Ja. Willem-Alexander, die een paar jaar geleden nog zei, we moeten niet normaal maken wat niet normaal is, is nu op dit moment de koning die zich positioneert en steun verleent aan de hooligans die in Nederland de bezittingen en ook fysiek, zeg maar, zich hebben gericht tegen Nederlandse burgers. Ja. Dat is niet surrealistisch. Dat is de realiteit waar we ons op dit moment in bevinden. Elke keer de dubbele maat noemen. Ik blijf het wel gewoon doen, maar het begint hol te klinken. Want hoe vaak moet ik het nog zeggen? En ik vind ook, ja... Oh nee, luister. De realiteit is dit. Ja. Als het gaat om ons buitenlands beleid, zijn de levens van de Palestijnen en van moslims in het algemeen minder belangrijk dan de levens van Israëliërs. Ja. Ja? Als het gaat om de belangen, zijn de belangen van Palestijnen specifiek en van moslims in het algemeen minder belangrijk dan de belangen van Israëliërs. En wat blijkt dus nu? Dat dus zelfs in Nederland geldt. Dus de belangen, de fysieke veiligheid van Nederlanders in Nederland wordt vanuit het perspectief van onze overheid ondergeschikt gemaakt aan de belangen van Israëlische voetbalhooligans. Stel je voor dat Russische voetbalhooligans naar Nederland waren gekomen. Ja. Terwijl zij een illegale bezetting hebben van de Oekraïne. Volgens mij mogen Russische voetballers niet meer naar Nederland toe komen vanwege een illegale bezetting. Maar goed, bij Israël mag dat dan ineens wel. Ja. Ja. Dat zij dan hier naar Nederland toe komen. Dat ze van Nederlandse gebouwen Oekraïnse vlaggen af gaan trekken. Dat ze hier dan gaan roepen van alle Oekraïners moeten dood. Waarom is er geen school meer in een bepaalde Oekraïnse stad? Ja. Omdat we alle kinderen hebben vermoord. Ja. Ja? En dat op het moment dat Nederlandse... En dan gaan ze Nederlandse taxichauffeurs aanvallen. En op het moment dat die zich dan weer zetten. Dat er dan wordt gezegd, hey, dit is Russenhaat. Ja, dit is haat regens tussen de Russische bevolking. En dat gelijk de Russische minister van Buitenlandse Zaken naar Nederland toe komt. En dat Dick Schoof terugkomt van, waar zat die Hongarije of zoiets? Nee. En dat we dan gaan zeggen, nou luister, dit is echt heel erg erg. Ja. En dat dan de positie van die Russen hoger wordt geplaatst dan die van ons. Onvoorstelbaar. Ongekend. Onacceptabel. Mickey, jij hebt in het leger gediend. Hè? Jij was een Dutch batter. Ja, precies. Jij hebt de Srebrenica... Blauwhelm van dichtbij meegemaakt. Jij bent moslim en op dat punt zat je in het Nederlands leger. Hoe ging je daarmee om dat je zag dat je moslimbroeders werden afgeslacht? Het doet me pijn in mijn ziel, joh. Echt waar, want ik zit met twee dingen. Ik heb de hele tijd, vanaf 7 oktober 2023, volg ik Palestina en Libanon. De genocide in Palestina en nu de etnische zuiveringen in Libanon. En Srebrenica heb ik natuurlijk, dacht ik achter me te hebben gehad. Maar die komt natuurlijk nu naar voren. Want daar heb ik gewoon, mijn broeders en zusters in Srebrenica werden afgeslacht, stonden gewoon 19 kilometer vandaan. Fransen en de Amerikanen gewoon. En zij gewoon eigenlijk een beetje in hand in hun zakken, gewoon te kijken van wat er allemaal gebeurt. Ze hadden gewoon één straaljager, waren mijn broeders en zusters in Srebrenica gewoon gered. Waar ze ook die 8000 moslims absoluut niet vermoord. Hoe ging jij daar dan mee om? Want ik bedoel, je bent ook moslim. Daar is mijn geloof in de politiek ook. In principe, mijn geloof in de politiek is daar ook echt vermoord eigenlijk. Ik geloof de politiek niet meer. Sindsdien ben ik ook gaan schrijven. Dus ik ben constant gaan schrijven. Ja. En voordat jij mij op een gegeven moment belde, ik was in een hele mooie
eerste helft van mijn wedstrijd. Was aan het voeren. In Almere City. Ik ben trainer van Blij met DSG, ja. Amsterdam. En ik stond 2-1 voor mijn wedstrijd. Nou, en ik dacht eerst Saladin. Ik dacht mijn zoon, want mijn zoon heet ook wel Saladin. En toen zei hij tegen mij, Mickey, luister, ik heb allemaal nummers van taxichauffeurs gekregen. En het levert een en ander. Je bent alle standplaatsen afgegaan. Ja. Er is geen taxichauffeur die in beeld wil. Iets in beeld wil. Ja. We waren allemaal bang. Ja, de angst. Ja. De angst zit er goed in. Ja. Ze worden geframed als terroristen. Terwijl de echte terroristen, de Zionistische terroristen, de daadwerkelijke terroristen, ons land, de Dam, met hun vlag, hun terreurvlag. De Dam waar we al elk jaar de vrede, hè? Onze vredesplein, ja. Waar we elk jaar onze Joodse broeders en zusters herdenken. Hè? Mm-hmm. Van het vreselijk wat met hun gebeurd is. Daar juist, daar op de Dam. Daar doen ze dit. En zonder wat broeder net wilde, maar ook zei, de Noordin. De politie doet helemaal niks. Heeft helemaal niks gedaan. Ja. Onze vrede, het is ons. Het is ons land. Denk, als politieke partij, hoe kijk jij hiernaar als Tweede Kamerlid? Ja, ik hoorde je net al zeggen, worden we hier niet moe van. Ja. Ik snap hoe je daarop komt. Tegelijkertijd, Rusland niet toelaten hier om te voetballen in Nederland. Maar ondertussen Israël wel. Ja. Dat is niet normaal. Nee. Dat mensen hierheen komen vanuit een ander land. Onze Nederlanders. Onze hoofdstad aanvallen. Terroriseren. Ja. Vlaggen van gevels afrukken. Dat is niet normaal. Ongekend. Roepen dat er geen ziekenhuizen nodig zijn. Omdat al die kinderen toch al zijn uitgemoord. Precies. Dat is niet normaal. En wij moeten dan ook niet meegaan in die frame. We moeten alles aan doen om te voorkomen dat wat niet normaal is, normaal gemaakt. Maar hoe doen we dat? Want onze middelen zijn natuurlijk beperkt. We hebben geen instituties in Nederland waar we als moslims baas van zijn. We hebben geen sterke lobby. Media een beetje. We hebben initiatieven op social media of dit soort dingen. Wat kunnen we doen? Snap je? Ik denk dat het makkelijkste antwoord dat ik eerst kan geven is wat we niet moeten doen. Namelijk stilzitten, dan gaat het gewoon maar door. Ik vergelijk het altijd met mensen die gepest worden. Als je gewoon stil zit en het toelaat, dan blijft de groep je pesten. Dus op een gegeven moment moet je echt voor jezelf opkomen. Dus in die zin moet je proactief iets gaan doen. De vraag is, wat moet je gaan doen? Nou goed, op alle manieren kun je wat doen. Ik probeer het vanuit een politiek speelveld. Mm-hmm. Nou goed, ik vind wat jullie hier ook allemaal aan tafel doen, vanuit jullie kant, ook goed en lovenswaardig. En tegelijkertijd zou ik meer mensen willen vragen, joh, kijk wat je kan betekenen. De ene door alleen beelden te delen, de andere door misschien ergens te doneren, weer een ander door te boycotten. Iedereen moet op zijn eigen manier een steentje bijdragen. Om niet lullig over te komen, maar het heeft afgelopen jaren niet goed gewerkt, wat we allemaal doen, toch? Ik zie geen... Ja, maar dit is dus juist het gevaarlijke. Want je ziet dus dat een jaar lang, stel je voor dat je al een jaar lang vreedzaam aan het demonstreren bent, ja. Dan moet er eerlijke observatie zijn, dat heeft dus geen zin. Nee. Op het moment dat je dus al een jaar lang aan het verwijzen bent naar het internationaal recht, dan moet er eerlijke observatie zijn, dat heeft dus geen zin. Nee. Op het moment dat je dus al een jaar lang verwijst naar de uitspraken van het internationaal gerechtshof, het internationaal strafhof, dan moet er eerlijke observatie zijn, ja. Dat heeft dus geen zin. En wat je dan vervolgens ziet, is op het moment dat we kijken naar de politici, dan zien we, die gaan een hele andere kant op dan waar we als burgers voor staan. Er zit een politicus hier aan. Ja, oké, dus de coalitie bedoel ik dan, hè? Dus ik bedoel niet hem in dit geval. En wat je dan ziet, is dat vormt een hele... Dat creëert een hele risicovolle situatie waarin op een gegeven moment burgers gaan zeggen, nou ja, weet je, als ik er niet op kan vertrouwen dat de overheid onrecht aanpakt en recht handhaaft, dan zal ik zelf een stap naar voren moeten doen. Reageer daar eens op. Dan krijg je dus geweld. Maar als politicus reageer hier eens op, want jij bent de stem van dit verhaal eigenlijk in de Kamer. Een rechtvaardige, eerlijke boodschap. Als we even terugkijken naar een tijd geleden, wat er in Zuid-Afrika gebeurde, daar begon het ook met een paar mensen die de straten op aan het rennen waren. Ja. Dat heeft ook uiteindelijk geleid tot steeds groter wordende groepen en uiteindelijk tot einde van apartheid. Ja. Dus in die zin moeten we ook optimistisch denken en moeten we ook kijken van wat kunnen we wel. Wat we niet kunnen, dat is... We moeten ons denk ik heel erg reëel, heel erg bewust zijn van de realiteit. Dat we ons op dit moment bevinden in een samenleving die het niet voor ons gaat opnemen. Een samenleving die het niet voor ons gaat oplossen.
En dat de instituten waarvan we beweren dat dat is waar zeg maar, de grondslagen van deze samenleving op gebaseerd zijn, het niet voor ons gaan oplossen. Nee. Dat betekent dat we primair zullen moeten gaan zorgen voor onze individuele veiligheid. En dat betekent jij voor jou, ik voor mij en wij allebei voor onze ouders en voor onze kinderen. Mm-hmm. Ja. Dat we vervolgens moeten gaan kijken naar onze instituten, dus onze moskeeën, onze islamitische scholen. En dat gaat dan ook gewoon letterlijk over camera's, dat gaat dan ook letterlijk over hekken, dat gaat ook letterlijk over dat je van die metalen dingen hebt voor de ramen. Zodat ze niet alles zeg maar in kunnen gooien. Mm-hmm. En vervolgens zullen we veel meer moeten gaan inzetten. Ik ben heel erg blij dat DENK in de Tweede Kamer zit. Zodat we daar een partij hebben die een stem kan geven aan de dingen die bij ons leven. Dat daar kamervragen kunnen worden gesteld. Dat daar moties kunnen worden ingediend. En wanneer ze worden aangenomen is dat goed. En wanneer ze worden verworpen kunnen we in ieder geval precies laten zien. Kijk, dit is hoe de verschillende partijen dus over je denken. Hè, voor het geval dat er toch nog ergens 3 moslims zijn die willen stemmen op NSC bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Nou, niet doen. En daarnaast zien we dat er nu lobbyorganisaties langzaamaan steeds meer worden opgetuigd. Dus zoals Muslim Rights Watch dus ook moet doorgaan. Dus wij moslims moeten gewoon opstaan en denken van oké, Nederland is niet meer het lieve, gezellige, wollige land. Ja. Waar we lekker achterover kunnen leunen. We moeten gewoon, ja... Ja, absoluut. Individueel voor gaan zorgen dat ze niet meer met ons kunnen messen. Precies, en je zal dus allemaal van dit soort dingen moeten gaan optuigen. We moeten sterker worden met het voeren van rechtszaken. We moeten sterker worden met lobby. Maar heel eerlijk, luister broeders, en ik kijk gewoon rechtstreeks de camera. Broeders moeten push-ups gaan doen. Ja? Dan moet de mannen want je worden. Moet gewoon, ja, nee, maar echt serieus. Gewoon, dat is de tijd dat we het met semantiek konden gaan oplossen. Ja. Maar kijk ook naar dit. Met dit, woordspelingtjes is, en dit is voorbij. Neem me niet alleen maar met woordspeling. Kijk naar de discussies die we voeren over het conflict wat er nu is in het Midden-Oosten en over het conflict wat dus nu zich plaats heeft gevonden in Amsterdam. Dit gaat niet meer om de inhoud. Ja? Het gaat er niet meer over wat er feitelijk is gebeurd. Het totale beleid en ook de framing die er nu is, dat dit wordt genoemd als pogroms en kristalnacht. Ja? Pogroms en de Kristallnacht en de Holocaust behoren tot de zwartste bladzijden van de West-Europese geschiedenis. Dit zijn een van de ergste zaken die er ooit hier hebben plaatsgevonden. Maar ze smijten met die terminologie over ons heen alsof het niks is. En nu worden dat soort... En voor de duidelijkheid, dus dat zijn zaken waarvan we willen dat die nooit terugkeren. Ja? Waar we allemaal voor moeten staan. Van, dit is onacceptabel. Ja? Nu wordt er met dat soort terminologie gesmeten op het moment dat 5 hooligans van een buitenlandse voetbalclub die vandalisme hebben gepleegd in Nederland gewond zijn geraakt. Snap je? Dus dit is onacceptabel. Maar het betekent, waarom zien we dat onze politici en onze media zich verlagen tot het niveau om dit soort dingen te gebruiken? Omdat het niet meer over de inhoud gaat. Omdat het niet meer over de feiten gaat. Dus we kunnen nu niet meer, we zitten niet meer in een situatie dat we gewoon een goed feitelijk debat kunnen doen en mensen overtuigen van feiten. Dus, daar gaat het niet. Dus, het gaat dus niet meer over de inhoud. Dus dan heeft het dan nog wel zin dat die jongens, die taxichauffeurs, dan aangifte gaan doen. Dat gaat ook over de inhoud. Weet je? Die zeggen van ja, dit is er gebeurd, maar blijkbaar boeit dat niet. Of heb je nog wel vertrouwen in justitie en in de rechtsgang? In de rechtsgang heb ik de laatste jaren iets minder vertrouwen gekregen. Maar op dit moment is dat het enige instituut waar we nog iets kunnen bereiken. Okay. Omdat we over het algemeen nog kunnen zien dat de rechters niet... en uitzonderingen daar gelaten. Want we hebben gezien in de toeslagenaffaire toen zijn ze mee in het schip gegaan. Ja. Ja, en dat is echt heel erg. Maar... over het algemeen zien we dat daar waar de politiek nog wel eens heel hard op de trommel slaat, dat er en het OM zich daar ook wel eens nog laat door beïnvloeden. Dat gaan we nu ook zien omdat ze dus die terrorismekaart trekken. Ja. Dat het de vraag is of de rechtspraak daarin meegaat. Dus ik ben een groot voorstander van dit ook via het recht. Wat ik ook heb begrepen is dat ze nu... ik had een mailtje gekregen dat er nu partijen zijn die willen opperen dat deze acties van deze taxichauffeurs, Marokkaanse taxichauffeurs of Marokkaanse jongens die tegen die Maccabi supporters hebben gevochten, wat dan ook, dat ze dat als terrorisme willen bestempelen. Ja. Dat ze daardoor ook hun nationaliteit kunnen kwijtraken. Ja. Vanuit de politiek. Is het haalbaar? Is dit... Ja, kijk, dit is weer zo'n vorm, zo'n truc die uitgehaald wordt. Ik gaf al aan wat er allemaal vooraf plaatsvond. Iedereen was muisstil. En dan zie je nu dat als er een tegenreactie komt, dat politici beginnen op te staan. En die roepen nu de meest verschrikkelijke dingen en die willen zo ver mogelijk gaan. Puur en alleen maar om op een bepaalde groep in te haken. Ja. Dat is eigenlijk wat je nu ziet. En
ja, dat is doorzichtig. En ik denk niet alleen ik, maar ik denk dat heel veel mensen met een migratieachtergrond, met een Marokkaanse achtergrond, dachten van joh, als dit straks uit de hand loopt, dan gaat de politiek hier weer op. Maar als jij dadelijk weer in de Kamer komt, je komt die partijen, Kamerleden tegen, spreek je die ook achter de coulissen? Dat je zegt van, hey, grote vriend, waar slaat het op? Of zijn er zulke gesprekken, ik heb het niet over in het publieke debat, maar tussen jou en zo'n boerenpartijlid of Geert Wilders zijn partij, praat jullie daar wel eens mee? Het is en-en. Dus je spreekt elkaar inderdaad... Kun je er tegen ze zeggen van, hey, waar slaat het op? Wat zeggen ze dan? Dat doen we wel eens. Ja? Maar goed, dan krijg je een vaag antwoord. Dus het is eromheen breien. Het is niet zoals het voor de camera is. Daar is wat meer gespeeld, lijkt het. Achter de camera merk je wel dat mensen wat voorzichtiger zijn. Dus het is ook voor de bühne, het is ook voor de achterban. Ja. Dus dat merk je ook. Helaas, want het heeft enorme gevolgen, dit soort uitspraken die ze doen voor zo'n katheder. Maar zo bijvoorbeeld een van die jongens of zo'n taxichauffeur, stel je voor dat hij het grazen wordt genomen ineens door het OM en ineens als inderdaad de stempel terrorisme krijgt, ik noem maar iets. Ja. En dan? Ben je alles kwijt? Alles ben je kwijt. Ja. Ja. Je bedrijf, je gezin, je huis, noem maar op. Je hele leven ben je gewoon kwijt. Dit is gewoon... Dat is wel heftig. Dit is puur terrorisme. Naar de chauffeurs toe. Naar de taxichauffeurs. Niet andersom. Ze hebben de terroristen gewoon... Gewoon vrij woord gegeven. Ja. En van de taxichauffeurs gewoon afgepakt. Het is ook belangrijk om even te snappen hoe dit spelletje dus in elkaar steekt. Hè? Dus waarom zeggen ze terrorisme? Want je zou kunnen zeggen, aha, dus dan gaan we nog een keer een grote term erbij doen. Het verschil tussen de wetgeving die wij hebben ten aanzien van terroristische misdrijven en van andere misdrijven, is dat in het Nederlands recht nu sinds een aantal jaar bij terroristische misdrijven ook... een van de twee nationaliteiten kan worden afgenomen. Ja. Kijk, op het moment dat iemand maar één nationaliteit heeft, kan je die niet afnemen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Zoals jij bijvoorbeeld. Zoals ik. Bij de PVV zijn er wel eens een keertje kamervraag gesteld. Het is wel grappig om mijn nationaliteit af te nemen, omdat ik in het buitenland zou zijn. Nee, dan word je stateloos. Maar dan word je stateloos en dat mag niet in het internationaal recht. Dat betekent niet dat het nergens gebeurt, maar dat hebben we in ieder geval tot nu toe in Nederland niet gezien. Ja. Maar op het moment dat iemand twee nationaliteiten heeft... Jij als moslim kan eigenlijk alles zeggen, alles doen. Ik kan helemaal los. Ja, dan kan helemaal luisteren. Dus lijkt me verkeerde flavor. Dus eigenlijk moeten we niet de bekeerlingen naar voren schuiven? Nee, je moet mij... Ja. Gewoon mij niet alleen jij, maar geef mij een scooter. Een heel peloton bekeerlingen. Nee. Die zouden jullie het veldwerk kunnen jullie gaan doen, Norden. Luister, deze video gaat het bewijs tegengebruikt worden. Maar eventjes, het is... Dus wat ze daarmee dus kunnen doen, is door het dus in die context te plaatsen, bepalen de politici niet waar het Openbaar Ministerie ze van gaat verdenken. Maar obviously, het Openbaar Ministerie beantwoordt natuurlijk uiteindelijk naar de minister die toetst van Veiligheid. Dus daar gaat wel een bepaalde druk gaat hier al vanuit. Ja. Op het moment dat ze dat kunnen gaan doen, betekent het dus dat ze bij deze mensen... Hè, dus we behandelen iedereen gelijk, maar als je dus twee nationaliteiten heeft, dan behandelen we je iets anders. Ja. Dat is van deze mensen, als dus je nationaliteit wordt afgenomen, dan word je dus daadwerkelijk het land uitgezet. Dus je bent niet gewoon je bedrijf kwijt, maar je bent je nationaliteit kwijt. Je bent gewoon tot Nederland. Je leven ben je kwijt. Klaar, ja. En deze politieke partijen hebben er een electoraal belang bij om naar hun achterban te zeggen, kijk, wij hebben die mensen die dit hebben gedaan het land uitgeschopt. Ja, waarschijnlijk. Ja. Ik verwacht dat soort vocabulair, dat soort terminologie. En op het moment dat rechters er niet in meegaan, ja, dan heb je Geert Wilders die gaat zeggen van, zie je die D66 rechters. Maar stel je voor dat deze Maccabi aanhang, dat die hadden geknokt tegen het Feyenoordlegioen bijvoorbeeld. Dan weet ik zeker, dan hadden ze dit niet als terrorisme geframed, hadden ze dit niet als pogroms geframed, kristalnacht, jodenjacht, dat weet ik 100% zeker. Het zou mij niks verbazen als ze dan ergens een Marokkaanse Feyenoord supporter hadden gevonden en dan hadden we die overal de schuld van kunnen geven. Ja, ik denk het niet. Ik denk als er gewoon letterlijk 1000 Feyenoord hooligans stonden en die zouden vechten met de Maccabi aanhang, dan kan Caroline van der Plas, die kan dan niet heel hard zeggen van, dit zijn jodenhaters of die vinden het leuk om op jodenjacht te gaan. Dan zie je gewoon van, hey, want dan is het wit tegen wit. En wit tegen wit is een wat eerlijker speelveld. En dan wordt het moeilijker. Van, wit tegen wit, eerlijk speelveld. Nou, dan moet ik weer op de scooter. Nee, maar dan komt white privilege om de hoek. Dan kunnen ze niet zo hard spelen. Want dat is ook haar electoraat. Want al die 1000 Feyenoorders die zeggen, worden wij nou weggezet als jodenhaters of als... antisemieten of kristalnacht. Dat gaat wel eens ver. Het komt ze gewoon heel erg goed uit. Want je zag
Caroline van der Plas. Met het kabel uit de bek bij de programma's zitten. En die zei gewoon dat wij gewoon op jodenjacht waren. Omdat we het leuk vinden om op jodenjacht te gaan. Terwijl ik niet begrijp. Wanneer zijn wij ooit op jodenjacht gegaan in Amsterdam? Waar heb je het over? Nooit. Never waste a good crisis. Jawel, maar zij leven vanuit hun perspectief. Ja, maar ik bedoel, ze legt het wel heel dik bovenop. Ja, tuurlijk. Never waste a good crisis. Ja. En joden hebben altijd in vrede geleefd met moslims. Het meest veilige plek was... Jij woont in Amsterdam. Ja, precies. Genoeg joden daar, toch? Ja, alleen maar joden, zeg maar. Laat ik zeggen, genoeg joden. Ja, ja, dit is... Wat is daar mis mee? Ja. Ik vind dit ook zo vervelend, omdat bijvoorbeeld... ik loop zelf met zo'n watermeloen. Ja. Dan had je Zilkus, die had dan bij die watermeloen... Oh ja, nee, dit is anders. Jodenhaat, ja. Ik liep een paar weken geleden in Den Haag op straat, omdat ik even ik ging bij de supermarkt wat halen voor mijn lunch. Ja. En toen ik terugliep naar mijn kantoor, toen liep ik langs twee overduidelijk orthodoxe Joden. Mm-hmm. En ik realiseerde me ineens, want dat was vlak nadat zij dat had gezegd. Ja. Toen realiseerde ik me ineens van wacht nou eens eventjes. En in feite, ik voel me aangesproken door wat zij zegt. Ja? En toen dacht ik, als wat zij zegt klopt, zou ik nu dus... gevoelens van antipathie moeten hebben tegen deze mensen. Ja. Maar die heb ik niet. Maar sterker nog, op het moment dat ik mensen die orthodox Jood zijn, die dus echt ook zo kleden, ik heb in algemene zin, en ook dus in dat geval, ik heb respect voor mensen die openlijk laten zien waar zij staan in religieus en die identiteit. Openlijk praktiseren. Ja. Dus heel eerlijk, op het moment dat ik orthodoxe Joden zie, of ik zie iemand die overduidelijk, zichtbaar een kruisje Christen. Nog draagt, weet je wel, en niet vanwege de mode, maar gewoon iemand die christelijk is. Ja. Ik heb daar sympathie voor. Ja. Dus ik dacht ook bij mezelf, dus het narratief is dat ik nu al antipathie voel tegen deze mensen vanwege dat ze Jood zijn, maar ik voel sympathie. Snap je? Dit maatschappelijk debat over Jodenhaat en moslimhaat en alles en zo. Dit zijn frames die worden gebruikt die niets meer te maken hebben met de realiteit. En die worden gebruikt om ons tegen elkaar uit te spelen. Het is gewoon waanzin. Oké, we zitten dus in een realiteit dat we need to man up. We moeten mannen worden. We moeten ons blijkbaar beter gaan organiseren. We moeten instituten gaan creëren. Al deze dingen is heel makkelijk te zeggen. Waar beginnen we? Jullie zijn een instituut. Kun je zeggen, je zit in de Tweede Kamer. Dat is toch al een redelijk instituut, toch? Een partij in de... Ja, zeker. En we zitten niet alleen in de Tweede Kamer. Wij zijn ook lokaal. In 10 gemeentes zijn we gevestigd. En ik denk zelfs dat we op lokaal niveau meer voor elkaar krijgen en kunnen krijgen dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer op dit moment. Ja. Althans zichtbaar voor elkaar kunnen krijgen. Hè? Dus als ik het heb over gemeenten zoals in Den Haag, Rotterdam, Schiedam. Dat zijn allemaal gemeentes waarin we gewoon in de coalitie zitten. En waarin we gewoon meedoen. Eigen wethouders hebben geleverd. Dus in die zin krijgen we al dingen voor elkaar. Ik merk ook, ik heb hiervoor als raadslid bij de gemeente Utrecht gezeten. En ik merk ook dat als ik wat voor elkaar wilde krijgen, of mijn collega in Rotterdam, die juist in de coalitie, dat veel makkelijker was voor hun om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat ze gewoon letterlijk aan de knoppen mogen draaien. Mm. Dus in die zin zijn we groter dan alleen de 3 Kamerleden die veel in beeld zijn. Ja. En kunnen we ook lokaal dingen voor elkaar krijgen. Maar bijvoorbeeld lokaal in Amsterdam, nou deze ruïne die was gebeurd de afgelopen dagen. Wat denk Amsterdam? Heb ik ze te weinig gehoord? Hebben ze bijvoorbeeld, heb jij contact met politici afgelopen dagen of zo? Of? Nee. Eerste contact was met jou. Ja? De rest, heb ik geen contact meer. Ik ga alleen dinsdag naar de... Dan vraag ik me dan wel af, waar is Denk Amsterdam op zo'n moment, weet je? Ik wilde aangeven dat we groter zijn dan alleen in 3 Kamerleden, maar we zijn natuurlijk niet groot genoeg. We hebben iedereen nodig en in die zin zou ik zeggen, klop meteen aan bij de raadsleden, want zij weten jou niet te vinden, jij weet hun wel te vinden. Dat zou de raadsleden van Denk moeten zijn, maar ik zou je ook adviseren om bij andere raadsleden aan te kloppen. Want je wil het narratief veranderen. En dan moet je ook jouw boodschap vertellen. Want zij lezen nu via de mainstream media alleen die boodschap. Maar zou Denk Amsterdam niet ook gewoon vooraan moeten staan op zo'n avond? Ik noem maar iets hoor. Misschien heb ik het helemaal fout en ken ik de rol niet goed van een politicus, een lokale politicus. Maar zou het niet mooi zijn als Denk Amsterdam zich gewoon zegt van hé, luister, we staan met de taxichauffeurs wat hier gebeurd is? Ja. Ik weet het niet. Volgens mij hebben ze al heel vaak met de taxichauffeurs echt Ik bedoel, op straat afgelopen gestaan. Dagen bedoel afgelopen dagen is het eerste wat onze fractievoorzitter heeft gedaan. Die is, er is al een debat gevoerd en er komt dinsdag een uitgebreid debat hierover. Okay. Daarin heeft Cher zich kritisch uitgelaten. Ja.
uitgelaten. Hij heeft al vragen gesteld aan de burgemeester. En ik zou zeggen, kijk vooral mee. Kijk, lokaal, dat ziet niet iedereen. Maar ga gewoon daarheen. Neem wat mensen mee. Omdat hij natuurlijk als voorzitter van een belangenvereniging... Weet je, denk ik bij mezelf... Eigenlijk had hij al lang contact moeten hebben met iemand lokaal. Ja, maar jullie kunnen straks gelijk nummers afwisselen. Ja, precies. Ja. En weet je wat het is? Je hebt helemaal gelijk, hè? Van we moeten ons organiseren. En daar kunnen we heel cynisch over zijn van... Hé, wacht nou eens eventjes. We hebben niet 10 jaar geleden ook een keertje zo'n gesprek gehad. Ja, klopt. En dat is waar. Maar 10 jaar geleden was er nog niet een partij als DENK... in de Tweede Kamer en in de lokale gemeenteraad. Ja. 10 jaar geleden was er nog niet een organisatie zoals Marwan... Muslim Rights Watch Nederland, die rechtszaken voerde. Ja. 10 jaar geleden waren de moskeekoepels nog niet zo georganiseerd zoals nu. En in ieder geval was het beeld van de overheid waarmee ze... moesten gaan samenwerken anders dan hoe die nu is. Ja. Dus als we nu zeggen dat we moeten ons organiseren... Ja, die is nog steeds waar. Dus je kunt er naar kijken en zeggen... Hey, dat zeiden we 10 jaar geleden, zeggen we nu nog steeds. Ja. Als we 10 jaar geleden vergelijken met nu... zien we dat we heel eind op weg zijn. En zie je dat we er nog lang niet zijn. Dus alle trajecten die nu lopen... waarin we zien dat we dingen aan het bouwen zijn... weet je, iedereen die daar nu een onderdeel van is... jongens, hey, ga alsjeblieft door. Iedereen die dat kan steunen, steun dat. Iedereen die nog geen bijdrage levert, ga dat doen. Ja. Dus de cynische manier is, hey, dat zeiden we 10 jaar geleden ook, dat klopt. We zijn een stuk verder, we zijn nog lang niet waar we moeten zijn. Ja, dus ik, weet je, ik zie daar wel echt een hele positieve beweging, maar we moeten er nu wel tractie onder krijgen. Maar de realiteit is nu ook weer verhard. Dus het is ook weer harder dan 10 jaar geleden. Ja. Dus in die zin zijn we misschien netto niks opgeschoten. Snap je? Ja. We hebben onszelf iets verdedigd, maar... Maar de tegenpartij is nog veel heftiger geworden. Snap je? True. Misschien zijn we zelfs nog achteruit gegaan. Even voor de duidelijkheid. Ja. Het beeld wat ik wil weerleggen is van... Hey, dit zeiden we 10 jaar geleden ook. Blijkbaar gebeurt er niks. Nee, er gebeurt heel erg veel. Ja. Even voor de duidelijkheid. De sense of urgency wil ik niet wegnemen. Nee, die wil ik onderschrijven. Ja. Ja? Dit is ontiegelijk belangrijk. Op de avond van de verkiezingsuitslag kwam er een video van mij online. Waarin ik gelijk zei van... Luister jongens, dit betekent iets voor wat er op ons af gaat komen. Dit betekent dat er onveiligheid op ons af gaat komen. En toen zei ik bijvoorbeeld ook van... Het is belangrijk dat we onze moskeeën verder gaan beschermen. Ja. Ja? Nou, toen kreeg ik allemaal reacties. Vooral vanuit niet-moslims. Van oh, bla, bla, bla. Het is heel polariserend. Jankert dit. Sindsdien zie ik alleen nog maar een bevestiging van mijn punt. En ik blijf dus bij dat punt staan van... Daar moeten we verder mee gaan. Ik zie wel dat daar ontwikkelingen zijn. Ik vind dat goede ontwikkelingen. We zien tegelijkertijd dat de situatie verhardt. Dus alsjeblieft, wat ik zeg net, is niks ter nuance van sense of urgency. Ja, ja. Dit is enorm belangrijk en we moeten hier veel verder mee gaan. Oké, okay, ja. Ik wil daar iets toevoegen, broeder Saladin. Kijk, wij realiseren ons niet, maar het gaat hier om kleinkinderen van vrijstrijders van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat niet alleen om taxichauffeurs. Heel veel Nederland is gewoon op zijn kop. Het gaat hier echt om Mokro, ridders van Nassau. Daar gaat het om. Het gaat niet meer om taxichauffeurs alleen. Dus ik snap ook niet waarom de politiek zo blind kan zijn. Waarom ben je zo blind? Waarom hoor je het niet? De stem van je eigen burgers. Dus voor ons is het... Daar moeten we misschien wat minder naïef in zijn. Weet je, van oké, door die ballonnen moeten we gewoon prikken. Weet je, het is gewoon niet meer zo, weet je, dus... Op zich is dat gewoon een nieuwe realiteit. Ik heb liever dat we dat duidelijker en helder zien... dan dat we dat elke keer maar weer blijven roepen en geloven. Weet je? Dus, En nog, wat ik graag wil ook, is... het zou de politiek sieren... als ze excuus aanbieden aan de chauffeurs... aan de taxichauffeurs in Amsterdam... Mm-hmm. en datgene wat ze nu voorgenomen hebben... om hen te vervolgen voor terrorisme... Ja. dat gewoon racistisch is. Het is gewoon racisme wat ze aan het doen zijn. Jullie, er is een spoeddebat aangevraagd. Dinsdag. In Amsterdam in de Raad, toch? Ja. Ga jij daar als... Ja, ik ben eraan bezig. Ja? Ik zorg voor dat ook heel veel taxichauffeurs naartoe gaan. Wil je niet een oproepje doen naar de taxichauffeurs, dat ze jou kunnen benaderen hiervoor? Ja, natuurlijk. Absoluut. Ze kunnen mij benaderen. De meeste hebben mijn nummer. Ja. Ze kunnen mij rechtstreeks benaderen. Ik doe alles anoniem. Dus in principe ze hoeven nergens bang voor te zijn. Ook voor de chauffeurs die vanmorgen een afspraak hadden voor die aangifte trouwens. Wil ik nu even de rechtstreeks... Even... Die niet zijn gekomen. Ja, die niet zijn gekomen zijn. Ja, ik snap het. Het is angst. Ik snap het. Wij begrijpen het. Het zijn ook meerdere collega's van jullie die ook gewoon bang zijn om naar een advocaat te gaan om een aangifte te doen. Doe die aangifte alsjeblieft. Wees niet bang. We praten nu over. We gaan ook hier niet... Dit zijn niet de laatste woorden die we vandaag besproken hebben bij jou, Saladin. We zullen er nog meer over praten. We gaan dinsdag met de politiek praten. En we blijven praten tot dit opgelost is. Tot zelfs de politiek
zijn excuses aanbiedt aan alle taxichauffeurs in Nederland. En daar komt het neer. Dat is hetgene wat wij eigenlijk willen van de taxibranche. Misschien nog tot slot... Ik zou zeggen, ik begrijp wat je ook aangeeft. Hè. Heeft het nog wel zin? Maar blijf vooral optimistisch. Blijf echt optimistisch. Als we hier niet optimistisch in blijven, dan kunnen we ook zeggen, jongens, geef het in Gaza op. Dan zeggen we tegen al die journalisten, maar ook niet-journalisten, die met hun telefoon, met risico voor eigen leven, al deze beelden naar ons toesturen. Dan zeg je eigenlijk, geef op. En toch voelen we allemaal, dit is nodig. De wereld moet dit zien. En dat betekent dat ook wij niet passief moeten zijn. Wij moeten op alle manieren de beelden doordelen als dat kan. Boycotten als het moet. Ja. Wij moeten allemaal vanuit onze eigen krachten kijken hoe kunnen we bijdragen aan het voorkomen van de genocide die op dit moment daar plaatsvindt. Ja. En dan hebben wij misschien nog een bescheiden rol vanuit ons, vanuit de politiek, maar het is veel breder dan dat. Dus ik zou zeggen, geef vooral niet op. De Gazanen doen dat niet. En wij moeten dat ook niet doen. Dan doen we een echt tekort. Wil je nog tot slot wat aan toevoegen? Nou ja, ik ben een beetje bang dat mijn bijdrage misschien een beetje allemaal negatief en een beetje cynisch waren. Dus ik wil nog wel eventjes positief eindigen. Ik denk wel dat we heel veel te danken hebben aan in de manier waarop we terug kunnen kijken op deze gebeurtenissen. Aan de enorme kwaliteitsjournalistiek vanuit de NOS. Of, nee, wacht even, wat is het nou? Was het naar RTL? Of? Ja. Oh nee, Bender. Dat was een jongetje van 14. Die heeft, en even voor de duidelijkheid, die heeft dus niet gezegd van, oh, ik laat de andere kant, want dat zeggen mensen, hè? Oh, hij heeft de andere kant laten zien. Nee, hij heeft laten zien wat er gewoon gebeurde. En uiteindelijk, dit is ook waarom soms als mensen zeggen van, oh, dus je bent pro-Palestijns, dat ik al een beetje zeg van, nee, ik ben niet pro-Palestijns. Ik ben pro-rechtvaardigheid. Ja? Menselijkheid. Het gaat er niet, we hebben ook geen mensen nodig die zeg maar partijdig zijn. Wat we willen is geen geweld. We willen ook geen geweld tussen burgers. Volgens mij is er niemand die terugkijkt op wat daar is gebeurd en zegt, dit is positief. Ja? Waar je ook staat. Want we willen geen geweld tussen burgers. Geweld tussen burgers is fitna. Dus ook als moslim zeg je, dat wil ik niet. Ja? Idealiter hebben we een samenleving waarin we kunnen zeggen, ah, ik kan vertrouwen op de overheid, ik kan vertrouwen op ons buitenlands beleid en ik kan vertrouwen op de veiligheidsdiensten dat ze handelen in lijn met het internationaal recht en hoe onze rechtsstaat werkt. Nou, dat lijkt op dit moment eventjes niet de observatie te zijn. Ja. Dus het is gewoon mega belangrijk dat we met z'n allen hier gewoon, ja, weet je, elkaar blijven steunen, standvastig blijven staan. En we moeten gewoon op de een of andere manier deze situatie het hoofd blijven bieden. Ja. Mag ik daaraan toevoegen? Ja, tuurlijk. Ben, inderdaad positief beëindigen. En complimenten aan de manier waarop Bender de waarheid naar buiten voor heeft gebracht. En je moet je voorstellen als het niet hij alleen was, als het meerdere journalisten waren die er op deze manier naar gekeken hebben, die zo alert waren. Ja. En, ik hoorde ook gisteren in een video die jij gedeeld hebt, dat ook Left Laser bezig is met een video die gedeeld gaat worden. Dus ik wacht daar ook nog op. En je zag ook meteen na de video van Bender dat het narratief weliswaar niet veranderd is zoals wij het willen, maar je zag wel een verandering. Er kwamen ineens andere artikelen. Ze werden gedwongen om dat te doen. Ja, maar niet alleen dat. Kijk, Lef Lezer heeft een achterban die zeg maar weer een beetje op dat radicaal linkse vlak zit. Ik vind de video soms wel interessant, maar ik heb een beetje ongemak bij zeg maar waar hij zich weer positioneert. Maar Bender niet. Als we kijken naar wat zeg maar, de traditionele kijkers zijn van Bender, dat is niet onze vriendenclub. Met de pauwnieuwsachtige... Dus het was mega interessant dat hij dit liet zien. Dat juist hij dat liet zien. Precies. Ja, precies. Dus dat is... Echt mooi. Ja, dus iemand vanuit hun eigen gelederen die ze ontbloot heeft. Dat is wel bijzonder. Nou broeders, dank jullie wel voor jullie komst. Ja, ook bedankt. We proberen er nog wat van te maken natuurlijk. En tabbollah subhanahu wa ta'ala dat we stap voor stap onze moslimgemeenschap... Inshallah. Naar iets moois groeit. Amen. Ja, dank jullie wel voor jullie komst. Salam alaikum wa rahmatullah. Subhanallah, hier is de grot waar onze profeet sallallahu alayhi wa sallam de openbaring heeft gekregen. Thumma qala iqra. Qultu ma ana biqari. Thumma dammani qala iqra. Faqultu ma ana biqari. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. حينما اشتد الأذى على المسلمين في مكة أذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى أرض الحبشة. في ذلك المكان ربط سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام البراق الذي جاء عليه.
رجلان خرجا من مكة هاربين ثم يرجعون بالآلاف من الجنود. Hebben de moslims hier de mushrikin van Quraysh kei en keihard verslagen. During that moment, it is the moment of Prophet alayhi salatu salam departing and leaving. فلما توفي عليه الصلاة والسلام قال أظلمت المدينة.